Allereerst, ik denk dat Bonaire, als het om duurzaamheid gaat, aardig voorloopt op menig vlak. En ik denk dat de grootste dilemma is als je de stellingen vanuit Den Haag hoort over omtrent duurzaamheid en de voorstellen die er zijn. Dan vraag ik me af ofwel de minister of het kabinet in dat geval beseft dat wij in een tropische eiland zitten. Waar de temperaturen aardig verschillen met wat ze in continentaal Nederland zijn. En in de ganse dag dat je gewoon zweet en dat het aardig hogere temperaturen zijn. En dat het zelfs aproductief is als het zo warm is. Dus ik ben een beetje bijzondere advies of bijzondere voorstellen om douchen te gaan zeggen. Dat de bevolking hier op het eiland minder moet gaan douchen. Ik zal vragen om het een keer te proberen om het eiland te komen. En maar gewoon even niet te douchen. En hoe dat dan gaat in het omgang. En hoe dat overkomt bij de anderen waar je mee moet vergaderen. Het is een bijzonder teken van eigenlijk het disconnectie met wat er op de eilanden speelt. Het is bijzonder, het is apart. Zeker als je het er in de context stelt. Want als je kijkt de afgelopen 11 jaar, wij praten over sociaal minimum, we praten over mensen die niet rondkomen, we praten over mensen die niet voldoende hebben om een levensonderhoud te voorzien. Waar eigenlijk gewoon gesteggel is in Den Haag, om dat gewoon op een aanvaardbaar, humaan niveau neer te zetten. En dan is het dit waar het Rijk zich mee bezighoudt, om de eiland te vragen om minder te gaan douchen. Nou, op zich niks mis mee hoor, om in ieder geval dan de stroom te verbruik te verminderen. Door minder airco te gebruiken. Maar het is wel tegenstrijdig met het beleid dat het Rijk zelf voert. Als je kijkt naar de openbare scholen, heeft het OCW samen met het eilanden ook alle scholen gefaciliteerd met airco. Omdat het bewezen is in ieder geval in de temperaturen die wij hier hebben. Dat de concentratieniveau omlaag gaat omdat het gewoon te warm is. En waardoor het juist gekoeld wordt. Dus ik snap het niet. Dan is het tegenstrijdige beleid vanuit Den Haag. Omtrent hoe je moet omgaan om toch productief te kunnen blijven op het eiland. Nou, in plaats van deze stellingen te doen, minder water gebruik door minder te douchen of door minder airco, zou ik zeggen, laten we praten over hoe wij de energie gaan verduurzamen. In het verleden hebben wij hier vanuit Bonaire zelf Den Haag benaderd, EZK, om tot een energievisie te komen waar we eigenlijk praktisch zijn uitgelachen. Zo van, hoezo gaan we niet over praten zelfs. Dus de benadering toont eigenlijk een volledige disconnectie met wat er op de eilanden afspeelt. Een volledige disconnectie met wat het nou betekent in de tropen te wonen. Wat het betekent om dagelijks een 35 graden temperatuur. Kijk hier, ik sta een interview te houden in de zon, pal in mijn gezicht. Ik sta hier te zweten. Zo waarschijnlijk is het advies van de minister om vanavond maar niet te douchen en zo te bed te gaan. Ik denk dat dit past in de situatie en de realiteit van waar wij wonen hier op Bonaire.